Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een reading doen voor de maagd, voor de maand juli. De maand juli. Wat hebben we voor de maand juli voor de maagd? Wat hebben we voor de maand juli voor de maagd? Heel benieuwd. Oeh, dat zijn er veel te veel. Ik ga ze eventjes in stapeltjes wisselen. En nog even drastisch schudden. Of heb ik dat net ook al gedaan. En dat doe ik ook altijd weer na de vorige reading. Wat hebben we voor de maagd? Wat hebben we voor de maagd? Oeh, daar is er alleen. Ja, best een onvoorspelbaar teken. Moeilijk in te schatten. Praktisch. Kieskeurig. Attent. Ook een wegloper. Kijk, deze. Wat hebben we voor de maagd? Weet dat tijd vloeibaar is. Ik zeg het elke keer weer. Tijd is vloeibaar. Als het nu niet resoneert, misschien op een later moment. Probeer het niet passend te maken. Kijk wat er voor jou in jouw situatie op dit moment of over een tijdje. Of je iets herkent uit de reading. Kijk de reading ook eens terug, hè? Omdat je iets mee hebt gemaakt waarvan je dacht, hé, dat werd toen gezegd. Wat hebben we voor de maagd? Deze wil ook. Oh. Die mogen erbij. Dan ga ik eerst eens even kijken wat we hier hebben. Deze was als eerste. Oh, het is tijd om door te gaan, maagd. Het is tijd om door te gaan. Oh, en een vlam. En een vlam. En er is ook iemand in the dark. Iemand in een beetje een mysterieus persoon. En de jackpot. Nou zeg, ik ga eens even verder kijken. Wat hebben we hier? Tijd om door te gaan. Ja, nou maagd. Volgens mij is het een hele, hele mooie tijd voor je, maar best ook wel ja, opwindend. Deze wil ik. Oké. Nou maagd, ik heb al een beetje een overzicht en ik voel van alles. Ja, te beginnen met het feit dat je best een lijntje hebt met boven. Dat je heel erg intuïtief bent. Dat je dingen aanvoelt. Ik weet alleen niet of je dat ook echt gebruikt. En dat je het hebt ontwikkeld en dat je er bewust van bent. Maar je hebt het wel. Kijk daar eens naar. Als er dingen gebeuren dat je daar even bij stilstaat. Nou, de eerste kaart die eruit viel is, het is tijd om door te gaan. En ik weet niet of jij dat zelf vindt, of dat de kaarten jou deze boodschap nu willen geven. Dat het echt tijd is om door te gaan en het verleden los te laten. En ik denk een beetje het laatste. Want kan het zijn dat je in een affaire zit of in een liefdesrelatie, waarbij je niet helemaal het goede gevoel hebt. Het is iemand die een beetje, die je niet helemaal goed kan peilen. Dat is namelijk die persoon die een beetje in de mist blijft hangen. Ik zeg het misschien wat oneerbiedig, maar het is iemand die niet zijn echte gezicht laat zien. Het is iemand die leeft, die werkt. Ik moet even niezen. Sorry daarvoor. Iemand die, waar je verliefd op bent of gevoelens voor hebt, maar je weet eigenlijk niet helemaal wie deze persoon is. En ik neem deze kaart dan ook heel erg letterlijk in dit geval. En dat komt ook omdat deze kaart eruit valt. Die persoon zal niet veranderen. Nooit.
Die zal nooit veranderen. En jij bent daarmee bezig in je gedachten. Van, moet ik hiermee doorgaan? Houdt diegene wel genoeg van me? En je hebt ook niet het gevoel dat diegene niet van je houdt. Kan een vrouw zijn, kan een man zijn. Hè? Het is altijd vice versa. Maar die persoon die je hebt twijfels, je komt er niet helemaal achter. Het is een beetje glibberig. En het zit altijd op het randje. Je weet het net niet. Want het is niet naar. Het is niet naar, maar er zit ergens iets, hoe zeg je dat? Een gemis aan verbinding. Er is een gemis aan verbinding. En deze kaart die eruit viel, het vlammetje, en het kan zijn dat het vlammetje aan het doven is. Ik krijg deze kaart wel vaker in een legging en dan kan het ook verschillende betekenissen hebben. En ook in dit geval weer zie ik het toch als een lucifer, een oude lucifer die weer is aangestoken. Kijk, als je goed kijkt. Voor mij betekent het een vlammetje dat heen en weer gaat. Er was ooit een grote vlam, toen is het een beetje gedoofd en dan is hij toch weer aan, dan vlamt het weer op. En ik heb het gevoel dat het een beetje dat er een beetje lauwheid is. Er is lauwheid, je weet het niet zo goed. Nou, ik ga dit eens eventjes laten liggen, want ik zie ook iets anders. Ben je heel erg in de business bezig? Ik zie namelijk ook dat geld belangrijker voor je is dan liefde. Maar dat hoeft niet voor jou te gelden. Dat kan ook gelden voor die persoon waar je mee te maken hebt. Dat die veel, want die is ook aan het werken. Ik hoop niet dat die te veel spiegelt. Zie je het zo goed? Ja. Die persoon is alsmaar aan het werk. Dus hij geeft meer om zijn werk dan om zijn relatie. En ik denk dan ook dat deze kaart meer op die figuur, op die persoon slaat waar je mee van doen hebt. En ook omdat we deze kaart naar voren hebben gekregen. En ik zeg altijd in mijn readings, de jackpot hoeft voor mij niet te betekenen dat het om geld gaat. Het kan ook zijn de jackpot in de liefde, een droomhuis, een droombaan. Iets wat jij ontzettend graag wilt, waar je naar verlangt. Maar in dit geval zou het kunnen zijn dat deze persoon waar jij mee te maken hebt, dat hij gewoon heel erg, dat het een workaholic is die zo gefocust is op geld verdienen, dat er daardoor ook vragen bij jou zijn van wie is er nou eigenlijk belangrijk? Is zijn werk belangrijk? Ben ik belangrijk? Doe ik ertoe? En dat gevoel heb ik heel erg dat hij, misschien heeft hij het ook wel niet door, die persoon. En jij vraagt je ondertussen van alles af. En deze moeten we niet vergeten. Deze persoon zal niet veranderen. Dat gaat over deze persoon. En het kan ook zijn dat het een businesspartner van je is die zo doet. He, dat hij geen oog heeft voor jou in, als duo, hoe zeg je dat? Als partner, als business partner. Maar ik denk dat het zich in de liefdesrelatie afspeelt. Hij is nooit thuis, gaat altijd naar kantoor, zit continu achter zijn laptop. Dus omdat het heel duidelijk is dat deze kaart aangeeft dat je absoluut zeer intuïtief bent, heb je het natuurlijk niet bij het rechte eind. Want wat je gevoel klopt altijd. Je gevoel klopt altijd. Alleen je wil er zo graag, je wil het zo graag onderbouwen. Je wil het zo graag onderbouwen. En een maagd kan ook best wel kritisch zijn in de liefde. Ik heb dat volgens mij wel eens eerder al geroepen. De maagd die vindt het ook altijd heel prettig om iemand te treffen die op hem of haarzelf lijkt. Nou, dat is met deze persoon niet zo. Het staat heel ver van je af eigenlijk. Dus misschien is het ook goed om eens bij jezelf te raden te gaan van wat was nou oorspronkelijk eigenlijk de aantrekking? Wat was wat jullie
bond? Wat is wat jullie bindt? En ik weet ook helemaal niet hoe lang het al gaande is, maar wel al een tijdje. En je begint er eigenlijk een beetje, nou ja, genoeg van te krijgen. Dus deze kaart komt er niet voor niks uit de maagd. Tijd om door te gaan. Oké, we gaan nog eens eventjes verder kijken. En kan het misschien zijn dat je ook iemand anders leuk vindt? Dat zit helemaal niet in de kaart, maar dat vraag ik. Dat komt intuïtief in me op. Dat je eigenlijk wel weet van, nou, wat brengt deze persoon mij als zijn laptop belangrijker is dan dat ik ben? Want we doen geen leuke dingen samen. Je voelt het niet. Je voelt de liefde niet. Je voelt het gewoon niet. Je voelt het niet van die persoon. Dat bedoel ik. Je voelt het niet van die persoon naar jou. En je wil wel weten dat het er is. En dan mag die best aan het werk. Oh, kijk nou toch. Ja. Ja, blokkeer hem. Ja, blokkeer hem. Ik heb het gevoel dat jullie wel... het kan ja, niet op afstand van elkaar zijn. Als het een businesspartner is, dan heb je dagelijks contact. Als het in de liefde is, waar ik vanuit ga, dan zou het ook maar iemand kunnen zijn waarmee je wel samenwoont. Of althans een beetje samenwoont, dat je nog wel een eigen onderkomen hebt. Maar dit, ja, dit is toch wel een hele duidelijke kaart. Het is tijd om door te gaan. En blokkeren maar. Dus er zitten toch niet echt hele fijne, wederzijds... Ik zeg niet dat het iemand is die geen fijn persoon is, maar zijn ambities liggen ergens anders op dit moment. Zijn focus ligt ergens anders. Op geld. Op geld, maagd. En niet op de liefde. En dat wil jij niet. Jij hebt hele andere dingen die je samen zou willen doen. Je zoekt iets anders in een relatie. Je wilt samen. Samen. En er is geen samen. Ik voel geen eenheid. Ik ga nog één kaart hier uithalen. Hé, wat vervelend dat ik niet iets mooiers heb te melden. Maar het is tijd om door te gaan, maagd. En je voelt het goed. Je voelt het goed. Je gevoel klopt altijd. En probeer ook, als je niet de vinger erop kan leggen, maar het duurt al een tijdje en dat vreet aan je, geef dan jezelf het antwoord maar. Hoe moeilijk dat ook is. Nou, maagd. Wat is er nog meer in jullie? Wat willen de kaarten je nou nog meegeven? Ik zal straks de wijsheid van het orakel ook voor je trekken. Maar ik wil eerst nog even hier wat meer weten. Ja, die persoon waar je mee te maken hebt, die is met geld bezig. Business, business, geld maken, geld maken. En dat doet hij misschien wel voor jullie samen, hè? Dat zou best wel kunnen, maar dat wil jij wil dit niet. Jij wil samen op de bank zitten. Jij wil hand in hand. Je wil liefde. Je wil... Nou ja, wat ik al zei. En gewoon het voelen dat je een partner hebt. En nu kan je net zo goed alleen zijn. Dat gevoel. En je hebt het hem al zo vaak gevraagd. Haar of hem, hè? Altijd vice versa. Deze gaat eruit. Oh, kan het zijn dat je met een vissen te maken hebt? Oh, maagd, kan het zijn dat je met een vissen te maken hebt? Een waterteken. Heel intuïtief, heel emotioneel en gevoelsmens. Dat deze persoon een vissen is. En dat hij gewoon komt en gaat wanneer hij wil. Hij zwemt van je weg en hij zwemt weer naar je toe. Hé, maagd. Ja. Hij laat van zich horen als hij dat wil en dan is hij ook op zijn best en dan gaat hij weer. Want hij is aan zijn werk verknocht. Hij is aan zijn werk verknocht. En hij ziet daar helemaal geen kwaad in. Hij ziet er helemaal geen kwaad in. Hij die adrenaline die hij nodig heeft, het woord adrenaline komt bij me op. De adrenaline die hij nodig heeft om te scoren in zijn werk. Ik heb geen idee wat hij doet. Ik heb geen idee wat hij doet. Oh, maagd. Nou, misschien is het... de vissen.
Kijk, ik haal hem nog een keer naar voren. En ik weet dat ik vaak in herhaling val in mijn best wel korte readings. Maar dat komt omdat voor mij de kern dan altijd zo duidelijk is. En het kan soms zo overduidelijk zijn wat hier aan de hand is. Hij is met zijn werk bezig, maagd. Ik kan er niks anders van maken. Ja, geld is belangrijker dan de liefde. Hij zit ook in het donker te werken. 'S Nachts, hij gaat zijn bed uit. En ik weet niet of je samen woont met hem of dat je hem ziet. Ik heb geen idee. Misschien heeft hij toch zijn eigen stek waar hij ook kan werken. Maagd, laat hem maar gaan. En kijk, deze kaart komt best heftig over, hè? Blokkeer hem. Het is echt een hele patsboom en heel, heel concreet. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt het ook eens eventjes een tijdje, nou, even jezelf, even wat afstand nemen. Even wat stiller worden. Even wat meer aan jezelf aandacht geven. Misschien is dat gewoon heel goed. Dat je eventjes achterover gaat zitten. En kijk naar jouw scherpe intuïtie. En deze kaart is niet voor niks. Het is tijd om door te gaan. Dat vlammetje gaat misschien voor iemand anders weer vlammen. Maar deze, weet je, maagd? Oh, het is echt. Ja, je kunt dit niet in je eentje veranderen. Je kunt dat niet. Je kunt het hem nog een keertje vragen. Maar dan wordt hij geïrriteerd. Want hij heeft geen zin in persoonlijke vragen en gevoelsvragen. Heeft hij geen zin in. Zijn aandacht is echt bij dat werk. Oké. En misschien is het goed dat als je hem. Oh, die zitten niet goed. Als je hem wat meer loslaat en niet achter hem aan huppelt. En hem gewoon maar eens even laat, dat hij uit zichzelf weer naar je toe komt zwemmen. Nou, dit is hem al. Twee zijn het er. Nou, maagd, kijk nou. Het is tijd om te gaan. Ben je 45, maagd? Of is de vissen waar je wat mee van doen hebt, een maagd? En het kan altijd vice versa zijn, hè? Dat hij een 45, het zou heel goed kunnen. Tijd om te gaan. En echt, het is ongelooflijk. Time to move on. Tijd om te gaan. Je krijgt het twee keer in deze legging. Ja. Ja. En of dat betekent dat je fysiek moet gaan. Of dat je in je hoofd hem moet laten gaan. Omdat hij toch met zichzelf bezig is en zijn werk. En er niet voor jou is. Maagd. Wees sterk. Wees sterk. En weet het, hè. Die persoon is daar nog niet klaar mee. Die gaat zo op in zijn werk. Hij gaat niet veranderen. Vraag jezelf maar af wat je er nog mee doet. Sterkte, maagd.